Het onderwijssysteem van Suriname is onderhevig aan vernieuwingen die nodig zijn voor de olie- en gassector. Daarom wordt er gewerkt aan aanpassing van het curriculum om de drempel naar de olie- en gassector te verlagen. Zo sprak onderwijsminister Henry Ory tijdens de onderwijssessie bij CEOS 2023 getiteld Ingaan op de uitdagingen van de Surinaamse jeugd. De minister vindt het incorporeren van strategie, educatie op verschillende actoren vanaf de basisschool van eminent belang. Het ministerie streeft daarom ernaar het beroepenveld in te brengen in het onderwijs. Dat verhaal van onder een boom groeien geen bomen, moeten we afpakken. We moeten veel jongeren de kans geven in bedrijven en organisaties meer te laten bloeien. Tot het deel van onderwijs en arbeid. Belangrijk is dus dat ook in het curriculum van jongeren, zeker secundair onderwijs en dat hogere, relaties moet leggen met de arbeidsmarkt. Mensen moeten veel meer gaan leren over wat die arbeidsmarkt biedt en hoe die gestructureerd is. In Suriname zie je dat vraag en aanbod. Onderwijs en arbeidsmarkt te veel uit elkaar liggen. Ja, ze moeten die balans moet een beetje dichterbij komen. Voor het welslagen van de vernieuwde aanpak moet educatie op verschillende manieren en onderwijsniveaus in lijn staan met de olie- en gassector, zegt Ory. Hij zegt verder dat de aanpak hiervan haar wortels vindt in de strategische doelen gesteld door het ministerie. Ja, dus het is een vreselijk probleem dat onze cultuur van werken gaat ook een stukje geleidelijk moeten gaan veranderen. En dat moeten de ouderen veel meer ruimte bieden en adem aan die jongeren, anders gaat het niet gebeuren. En je ziet dat de jonge generatie wars is van de politiek, die zoekt zijn eigen hobby op. Is jammer, maar terwijl deze mensen, u bent allen de toekomst van dit land en in al die belangrijke functies van de overheid en het bedrijfsleven gaat u invulling geven en we moeten u daarvoor kneden. En dat is een zorg die ik wel met jullie wil delen. Ory voegt eraan toe dat investering in het onderwijs zal leiden tot succesvolle jongeren in de olie- en gassector. We doen er alles aan om de gestelde doelen via de jeugd waar te maken. Aldus Ory.